Dank u wel. Ik wil meteen uitnodigen naar voren te komen dokter Chander Mahabir, tezamen met de heer Anoop Gopi en de overige boels van Nederland en Suriname. Ik nodig de boels uit om hiervoor in plaats te nemen, te staan. Bedroefde familie, prominente gasten, vrienden, broeders en zusters. Ik ben Chander Mahabir, chirurg en een goede boelsvriend van Dilip. Ik woon in Nederland en ben regelmatig in Suriname om de gezondheidszorg te ondersteunen. Ik wil u kort iets vertellen over mijn intensieve half jaar met de ziekteperiode van Dilip in Nederland. Wanneer begon het? April 2022. Dilip had een hinderlijke ritmestoornis van zijn hart, waarbij de medicijnen niet voldoende hielpen. Hij wilde graag een definitieve behandeling hiervoor hebben, omdat dit te veel de kwaliteit van zijn leven in negatieve zin beïnvloeden. Quality of life vond hij heel belangrijk. Op 26 april onderging hij een ongeveer 5 uur durende operatie, een zeer succesvolle operatie, ablatie van het hart, zo heet dat, om de geleidingstoornis te corrigeren. Dit gebeurde via zijn bloedvaten in de lyse door dokter Rohit Bhagwandin in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. De operatie gebeurde onder narcose en het duurde enige tijd voordat hij wakker werd. Wij waren met z'n allen gespannen aan het wachten. Toen hij zijn ogen opendeed, zag hij de bezorgde blikken van Henna. En het eerste wat hij tegen haar zei: hoe is het met de boels? Maandag en donderdagavond in Suriname waren altijd zijn troefkoolavonden met vrienden van de boels. Dagen waar hij altijd naar uitkeek en enorm van genoot. Juli 2022. Begin juli ging hij terug naar Erasmus voor controle van zijn hart. Die was picobello, perfect. Maar op het veld hierachter, tijdens troefkollen, hadden wij als vrienden van Boels ontdekt dat hij met zijn linkerhand een beetje trilde. Dit wist hij, we kennen Dilip, voor hen nauwkeurig verborgen te houden
door zijn linkerhand als hij zat lekker onder zijn billen te schuiven. Want ja, de azan is sikkie, kan hij dan niet zien. Alsof er niks aan de hand was. Op een bepaald moment had hij ook moeite met het vastknopen van zijn hemd. Via een videoverbinding liet ik hem onderzoeken door een bekende neuroloog in Nederland. Opgelucht stelde de neuroloog vast dat er geen sprake was van ziekte van Parkinson. De veranderingen bij hem echter gingen verder. Op 17 juli werd hij met spoed opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij was verward en kon niet op zijn benen staan. Onderzoek toont aan dat hij een hersenvliesontsteking heeft. Hij wordt op 23 juli overgeplaatst naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Immers, hier en in Amsterdam bevonden de wereldberoemde topspecialisten op dit gebied. De periode Erasmus Medisch Centrum, daar praat ik over 23 juli 2022 tot en met 15 januari 2023. In het EMC, in goede samenwerking met AMC, twee van de topinstituten in de wereld, werden ontzettend veel en ingewikkelde onderzoekingen gedaan om te halen wat de oorzaak van die hersenvliesontsteking was. Die kon men tot dan nog niet vinden en op grond van aannames werden behandelingen gestart. Het leek goed te gaan. We wisten, dat weten we, dat Dilip een uniek mens was. Maar ook in medisch opzicht was hij uniek, omdat de geleerden niet hebben kunnen vaststellen wat de oorzaak van de hersenvliesontsteking was. Hij werd in een redelijk goede toestand op 11 oktober naar een revalidatiecentrum overgebracht om aan te sterken voor het vertrek naar zijn geliefd Suriname. Dames en heren, zoals in het leven wel eens gebeurt, apnasocha sabinaihota. Of, in de woorden van John Lennon, life is what happens to you while you are busy making other plans. Op 15 oktober krijgt hij een zware epileptisch insult in het revalidatiecentrum en wordt hij met spoed opgenomen op de intensive care in het EMC. Sindsdien was het een rollercoaster. Sommige behandelingen sloegen aan, andere weer helemaal niet. Op 11 november, zijn verjaardag, kreeg hij ziekenbezoek van zijn vrienden Theo, Prakash, dokter Gopi en dokter Goedert. Wij waren als boels gewend op een heel andere manier zijn verjaardag te vieren. Op 12 december werd de beademingscanule zo aangepast dat hij voor de laatste keer even kon praten met Henna, Warsha, Schai en Ryan. De moeder van Henna was overleden en ze moest terug naar Suriname. Zaterdag 14 januari moest ze echter weer met spoed terug naar Nederland, omdat het met Dilip niet goed ging. We wisten dat Dilip een fighter was. Maar het was een ongelijke strijd. Het strijden tegen een onbekende vijand kon hij ook niet meer aan. Henna arriveerde op zondag 15 januari in de ochtenduren en kort nadat ze hem gezien had, overleed Dilip. De afgelopen half jaar heb ik met Dilip veel gesproken. We zaten wel eens uren in de auto en Henna vroeg zich af, gaan ze niet vervelen? Neemt u van mij aan, als je met Dilip in de auto zit en ik vraag hem hoe zijn carrière begonnen is, dan kunt u van Rotterdam naar Groningen rijden en terugkomen en je hoeft je geen seconde te vervelen.
U kent hem. Wat mij echter in deze periode verwonderde, was het feit dat hij nauwelijks gebeld werd voor zaken door zijn directeuren. Chander, mijn directeur, heb ik geleerd volledig zelfstandig te werken. Als ze mij bellen voor allerlei zaken, dan zijn ze niet geschikt voor hun job. De directie adoreerde hun guru en hadden letterlijk en figuurlijk alles voor hem over. Hij vertelde ook dat hij bezig was alles over te dragen aan Warsha en met pensioen te gaan. Tegen Warsha had hij gezegd dat het op 15 januari 2023 zou gebeuren. Wat macaber. Dit werd toevallig de dag van zijn overlijden. Warsha, de afgelopen periode heb je erg veel moeten verduren. Ik ben trots op je. Ik ben echt trots op je en vind het moedig om te zien dat ondanks alle stress, hoe je het allemaal toch op een rij hebt weten te krijgen. Ik hoop dat je als nieuwe CEO ook het volledige vertrouwen van de directie en anderen mag genieten om op jouw manier het verder op te bouwen. Ik wens je veel power, heel veel succes. Henna. Ik heb de afgelopen half jaar ervaren hoe je met oprechte liefde dag en nacht gezorgd hebt voor Dilip. Het kwam uit je hart. En zo dierbaar samen zijn in de laatste fase van je leven is weinigen gegund. Ik wens jullie allen, vooral de naaste familie, veel sterkte met het invullen van de enorme leegte die zo'n rots in de branding als Dilip achterlaat. Dilip, rust zacht. Het is moeilijk om niet emotioneel te worden. Eva. Zo begon Bas Dilip zijn vrienden te begroeten van de Bulls. Voor hem waren de Bulls zijn gelijken. Hij was zijn opstelling. One man, one vote. And I will go with the flow. De Paramaribo Bulls heeft hij in de jaren 90 het licht doen zien. Waarbij meermalen per week gebasketbald werd op het speelveld achter zijn woonhuis. Met het verstrijken der jaren en slijtage aan de gewrichten werd het basketballen minder intensief en kwam er een bar en fourage erbij. Regelmatig heeft hij zijn boelsvrienden laten smullen van zijn kookkunsten. Met het vorderen van de leeftijd en zijn betrokkenheid bij de ontwikkelingen van Suriname was er minder tijd voor basketbal en werd het op veld een ander spel gespeeld. Tekon, chompa kartakon. Bas Dilip hield van kaarten en om het uitdagend te maken werd er met kleine inzetten gespeeld, zodat het spel langer duurde en aan het eind van de avond de spelers kiet stonden. Kiet of double werd aan het eind van de avond vaak geroepen. Owee, als hij had gewonnen, kregen de verliezers te horen dat hij voldoende had gewonnen om vol te tanken de volgende dag. Als hij naar zijn gevoel te veel had gewonnen van zijn vrienden, kregen de verliezers gratie van hem en hun inzet terug. Jereno, kom je leg je uit. Vanwege zijn leesgierigheid, politieke betrokkenheid en zijn bereisd zijn, was hij van vele zaken op de hoogte, waarmee hij je versteld kon doen staan nadat hij je tekst en uitleg had gegeven. Daarna krijg je het advies om naar YouTube of Bloomberg te kijken of de New York Times te lezen. Zijn ijzersterk geheugen merkte je aan het feit dat hij de mobiele telefoons van velen, zowel in Suriname als in het buitenland, uit het hoofd kende. Zo goed dat je een paspoort naar een visum. Bas Dilip heeft de wereld afgereisd.
en heeft zijn boelsvrienden ook op stap genomen. Nadat hij zijn Oruyari-niti in gezinsverband had doorgebracht, vertrok hij in de ochtend van 11 november op zijn jaardag met zijn Paramaribo-boels naar het buitenland. Een trip volledig door hem verzorgd. Sightseeing en troefkol waren aan de orde van de dag. We hebben iedereen in huis. Dilip ging er prat op dat hij met zijn boels een complete vriendenkring had. Ook zijn laatste chauffeur. Het is erg pijnlijk om vandaag deze woorden van hem veel te vroeg bewaarheid te zien worden. Roy Hamdard zal vandaag de rit completeren. En zullen wij Baas Dilip toevertrouwen aan de Schepper. Boss, we love you. Dank u. That's it. Look well.